Als je aan de haven van Rotterdam of de haven van Moerdijk denkt, denk je misschien niet direct aan natuur. Toch wilden de makers van Wild Port of Europe juist hier een film maken over natuur. En dat is gelukt. Wat maakte het nou zo bijzonder om hier deze film te maken? Nou, wij hebben al in heel veel natuurgebieden gefilmd. En op een gegeven moment dachten van, wat zijn nou de blinde vlekken op de Nederlandse natuurkaart? Waar zit misschien wel natuur terwijl je dat niet kent? En daar zijn we over gaan nadenken. En toen dachten we, hé, hoe zit dat met die industriegebieden en de havengebieden? Wat heeft jullie het meest verrast bij deze film? We hebben gezien dat sommige soorten hier in de haven andere dingen doen dan dat ze op andere plekken in Nederland doen. Dus als je een boekje naleest van hoe broedt een buizerd bijvoorbeeld, dat is in hoge bomen, dat doen ze overal in Nederland op die manier. Maar hier in de haven broeden ze deels op de grond of op kleine objecten. Wat kun je eraan leren of zien is dat dieren proberen te schakelen en sommige soorten kunnen dat best wel goed. Welke dieren moesten er nou echt inkomen? Ja, dat is eigenlijk geen ingewikkeld antwoord, want voordat we begonnen hadden we een blauwdruk geschreven van wat we eigenlijk wilden maken. En dus daar zijn we ook op afgegaan. Hè. Dus de egel, de bunzing en de meeuwen, of de familiemeeuw, hè, dus de maatschappij, die moesten erin, want dat zijn onze hoofdkarakters. En daarnaast wilden we energietransitie erin. En de rest is eigenlijk heel veel bij elkaar zoeken, zoals de zeehonden, daar hebben we hele mooie verhalen van gemaakt. De lepelaars en het kleine tapuitje, dat is mijn kleine persoonlijke favoriet, die moest erin. We willen vooral laten zien dat natuur ook op plekken is waar je het niet verwacht. En wat we hopen met deze film is dat mensen er ook wat voor gaan voelen. En ook, hè, ook die natuur in zo'n gek gebied is het waard om te helpen of te faciliteren of te beschermen. En dat is wat wij hopen wat deze film gaat doen. De film Wild Port of Europe is vanaf 20 oktober te zien in Nederlandse bioscopen. Wil je meer weten? Kijk dan op www.portofrotterdam.com/wildportofeurope.